the past years, the church has given us an ideal Christian model to follow. Most of us find that ideal model far to achieve. De jongeren gaan zometeen het slotdocument aanbieden aan de paus. En dat gebeurt op Palmzondag. Zoals je achter ons kan zien, is het plein helemaal vol. Iedereen heeft allemaal palmtakken bij zich. De muziek hoor je al hier door de luidsprekers. En zometeen daar aan die kant gaat de paus zitten. En komen een aantal jongeren lopen mee in een processie. En uiteindelijk bieden ze dus het slotdocument aan de paus. Wat ook leuk is, het is ook Wereldjongerendag vandaag. Het is dus heel bijzonder dat het document vandaag wordt aangeboden. En het aanbieden gebeurt door jongeren uit Panama. Want daar vindt volgend jaar januari de Wereldjongerendagen plaats, waar duizenden, tienduizenden, honderdduizenden jongeren naartoe zullen komen. Duizenden mensen op het plein is voorbij. Jongeren uit Panama, wat hebben we dat document aangeboden? Maar wat staat er nou eigenlijk in? Ja, dat is een goede vraag. Het is een prachtig document geworden. Het is langer dan in eerste instantie de bedoeling was. 12 pagina's, vol met voorstellen. Vol met gedachten die deze jongeren aan de katholieke kerk hebben willen meegeven. Met name over de wijze waarop de katholieke kerk zich moet gaan presenteren. Ja, deze paus had ook daar nog een speciale boodschap voor tijdens zijn toespraak. Ja, dat was een belangrijk moment in de toespraak. Waarin hij zegt, als jullie jongeren de mond niet open doen, terwijl wij ouderen en leiders blijven zwijgen, dan gaan de stenen zelfs beginnen te schreeuwen zoals Jezus in het evangelie zegt. Génération Co, elle aspire à ne pas simplement être de manière passive dans une réception de quelque chose qui viendrait d'en haut, mais être dans cette élaboration commune, dans cette marche commune. Cette institution, voilà, soit dans cette authenticité. Ce qui les touche, c'est quand l'Église est vraie. No one explicitly was unhappy about the document because we created a space for anyone who had objections for the document, but no one rose his or her hand to have objections. Well, in the first part, the first draft that we made of the document, people had objections. They raised their hands and they said what they thought and what they thought wasn't written. But today, no one really rose his or her hand to give an objection about the document. For the past years, the church has given us an ideal Christian model to follow. Most of us find that ideal model far to achieve, and so we want a church that gives us realistic and achievable models to follow. We are not saying that the ideal models aren't good, but we're saying that we want to know concretely how to go about it and how to reach those models. If the church is portrayed as one that welcomes, more people will be eager to understand effectively the teachings and the ideas of the church. Deze jongeren hebben het gevoel dat ze gehoord zijn. Hè? Dus ze hebben het gevoel dat misschien zelfs voor het eerst de kerkleiding heeft besloten om echt naar de jongeren te luisteren en te zeggen, wat willen jullie nou naartoe? Wat is precies jullie wens voor deze kerk? Dit was dag 6XXL. In Rome. We hebben ervan genoten. Ja, dat was intens. De voorsynode is nu voorbij. En in oktober is de echte synode. En de jongeren hopen natuurlijk dat daar dan ook echt wat met hun document wordt gedaan. We groeten u vanuit Rome. Dag! Dag! Tot ziens.